Ze gaan lekker in een bubbelbad. Oh, die is mooi. Vandaag ben ik neergestreken in Oude Tongen, op de Zuid-Hollandse eilanden. En ik loop hier tussen de kassen waar pittige dames groeien, oftewel de radijs. Nou, maar waarom zijn ze nou zo pittig? Zijn ze gezond? Is het de groente? Is het fruit? Hoe groeien ze? Hoe worden ze geoogst? Nou, Ad weet daar alles van. Dus ik ga Ad zoeken om al deze vragen en meer te beantwoorden. Maar eerst hem even vinden. Ik zie twee mannen. Ad! Hallo! Dit is Ad. Ja, ja, dat klopt. Aangenaam. De radijs. Zeker. Ik las een kas. Ik denk, mijn jas kan uit. Ja, dat is zeker. Ik vind het vrij koud voor een kas, moet ik zeggen. Ja, het is lekker fris hier, hè? Nou ja, radijs, dat is een beetje een koude teelt. En dat betekent dat wij heel weinig fossiele energie ook nodig hebben om het jaar rond te telen. Mm-hmm. In de winter wil het wel vorstvrij houden, maar daar houdt het eigenlijk een beetje mee op. Wat gaat hier nu gebeuren? Nou, we staan nu eigenlijk bij het begin van de teelt. Dat betekent dat we de grond op zo'n 20 centimeter diepte gaan woelen. Zodat er een mooie, zachte grondstructuur is waar we vervolgens op gaan zaaien. Ja, wat we vervolgens ook doen, die gele doseerion is bovenop. Ja. Dan doen we wat trichoderma schimmel over de grond strooien eigenlijk. En heel... Trigo? Ja, trichoderma. Dat is eigenlijk een schimmel die ervoor zorgt dat de plant weerbaarder wordt en minder gevoelig is voor allerlei ziektes, bodemziektes. Dus dat is eigenlijk een biologische bestrijder, waardoor we ook weer nauwelijks chemische middelen hoeven te gebruiken om... Dus eigenlijk een biologische schimmel zorgt ervoor dat je op een later proces geen gifstoffen nodig hebt. Ja, exact. En nu ziet het er mooi uit. Ja, nu ziet het er mooi uit en dan gaan we daar vervolgens op zaaien. Door een vacuüm wordt elk zaadje op een zaaischijf komt die, zodat de afstand tussen de zaadjes heel mooi is. En wat is de ideale afstand? 2,5 tot 3 centimeter. Hier heb je het radijszaad. Hè? Dus elk zaadje is één plantje, wordt één radijsknolletje. En dan zie je hier de zaaischijven en dan zie je al die gaatjes. Ja. En voor elk gaatje komt ook een zaadje. En dat wordt aangezogen, zeg maar, door een soort vacuüm. Start er maar eens op. Ik wil het wel eens zien. Wat is dit? Nou, dat zijn hele mooie schoenen. Die gebruiken we met het zaaien eigenlijk om geen voetafdruk in de grond te hebben. En proberen we dat ook met de schoenen. Dat je geen voetafdruk ziet als je na het zaaien. Het is wel een precies werkje. Ja. En na de zaai kunnen we dan gaan starten met water geven. En deze strakke percelen, hoe oud zijn deze nu? Deze zijn 10 dagen geleden gezaaid. Maar heb je ook percelen die zeg maar klaar zijn? Ja, we hebben zeker percelen wat we aan het oogsten zijn. Het is eigenlijk de truc van ons bedrijf dat wij elke dag een stuk vrezen en zaaien en elke dag een stukje oogsten. Dat je elke dag vers kan aanleveren. Ja, wij willen elke dag vers aanleveren. Radijs is ook geen bewaarproduct, dus wij willen elke dag wat er eigenlijk in de winkels een beetje verkocht wordt aanvullen. Ja. Is radijs dan groente of fruit? Het is een groente. Blijft een groente? Ja. Ziet er ook wel uit als een vruchtje. Ik snap wel dat mensen een beetje twijfelen. Ja, maar ja, het valt toch onder de groentes. Dus, het is gewoon een groente. Huppakee. Dit is de oogstmachine voor de, zoals wij het noemen, de losse radijs. Dus die oogst de radijs, maar snijdt ook het blad af. Zonde. Ja, dat kan je zonde vinden. Dat doen we bij de bosradijs inderdaad niet. Maar wij verkopen steeds meer de radijs ook als echt snackgroente. Ja. En dat is eigenlijk om te snacken. Ja, dan doen we het blad eraf. Wat zonde, want het blad kun je wel heel lekker eten. Ja, alleen het gebeurt natuurlijk nog niet zo vaak. Dat zouden meer mensen moeten doen. Het is heel gezond en heel lekker. Je kan er een pesto van maken. Je kan de blaadjes in de salade gebruiken. Wil je nou meer recepten? Kijk gewoon even op allehanden.nl. Nou, Martin, huppakee. Maar je hebt nog een manier van oogsten. Ja, we doen ook bosjes maken. En dan heb je natuurlijk inderdaad het bos met blad en knop. Ik zei straks pittige tantes, maar deze zijn nog niet echt pittig. Het begint een beetje te komen nu. Nou ja, dat klopt. Het is typisch van de radijs dat de smaak gedurende het jaar verandert. De radijsplant die gaat met meer zon, gaat die wat meer mosterdolie aanmaken. En dat is eigenlijk gewoon een planteigen stofje wat onder de schil zit van de radijsknol. Hoe meer mosterdolie er aangemaakt wordt, dus hoe pittiger de radijs wordt. Dus in de winter zijn ze het mildst en hartje zomer zijn ze het pittigst. Ja, dat klopt. Dit is even andere koek.
Ja, dat is een andere koek, ja. Wij telen ook paarse en witte radijs. De white ala en de purple ala. Sinds een jaar maken wij de zogenaamde radijsmix. Dat is in de winkel ook te krijgen als snoepgroente. En dan wordt er een mix gemaakt tussen wit, paars en rood. En ze hebben toch allemaal een wat andere bite en een iets andere smaak. Wat zijn eigenlijk nu al die gele vlakken hier, die strepen? Nou, die gele vlakken, dat zijn eigenlijk plaklinten. En die gebruiken wij om insecten te vangen. Die kunnen eitjes leggen in de grond waar larven uit komen. Ja. En die larven die kunnen wel eens gaan vreten aan de radijs. Nou, dat hebben we natuurlijk liever niet. Nee, dat is niet fijn. En we willen eigenlijk ook geen chemische middelen gebruiken. Dus dan gaan we met regelmaat vervangen, of ook wel eens doen we plaklinten hier ophangen. Gewoon eigenlijk de ouderwetse vliegenstrip? Ja, eigenlijk wel. We komen nu in de loods. Dan gaan we het wassen van de radijs bekijken en het verpakken. Ja, nog een beetje viezig. We zijn er nog een beetje grond aan, niet veel. Nee, dat is niet veel. Maar er mogen geen grondresten aanzetten. Dus ze worden gewoon netjes in bad gedompeld en besproeid. Oké, nu hebben ze dus even een tijdje gezwommen. Ja, een tijdje gezwommen. Gaan ze vervolgens nog naar het laatste bad. Dat is een bubbelbad. Ja, dat is een bubbelbad. Lekker, hè? Ze gaan lekker in een bubbelbad. Nou, dan hebben we de laatste spoelbeurt. Oké, dus hier stopt de wellness. Ja, ze krijgen nog een afdouchebeurt. Ja, inderdaad. Een koud bad, hè? Een koud bad. En hier wordt nog een laatste check gedaan. Een laatste check, inderdaad. Of de bosjes toch mooi zijn, of er geen verkeerde tussen zit per ongeluk. En hier, kijk, hier zit bijvoorbeeld een ander ras tussen. Die gaat er dan nog uit. Die gaat eruit. Kun je wel eten. Een wit punt, ja. En hoeveel gaan er dan in zo'n kratje? We gaan er 8 in een kratje hier. Maar die gaan vervolgens de koeling in om te koelen en te drogen. En dan gaan we ze de volgende dag verpakken. Mag ik het doen? Jazeker. Oh, die is mooi. Zo. Dus dit waren die mix, hè? Die witte, paarse met blad er nog bij. Ja, dat klopt. De rode doen we later toevoegen. Dus dit is wit en paars. Gaat omhoog? Gaat omhoog. En dan? En dan. Hier wordt het gewassen en het blad wordt eruit gehaald. Dat blad wordt eigenlijk geperst en dan gaat het wordt gecomposteerd. Oké. En de radijzen gaan hier omhoog. Ja, dat klopt. En wat wordt er dan mee gedaan? En dan wordt vervolgens hebben we hier 3 schillers. En dan wordt het worteltje zo goed als kan eraf gehaald. Een radijs. Is het gezond? Ja, dat is zeker gezond. Het is natuurlijk, radijs staat natuurlijk bekend als een caloriearm. Maar ook rijk aan vezels, vitamine en mineralen. Dus dit is gewoon een heel gezond knolletje. Dit zijn de kratjes van gisteren. Ja, en dan gaan we ze flowpacken, verpakken. Flowpacken? Ja, en dat is ook bewezen dat de houdbaarheid in de winkel heel erg te goede komt. Dus het is plastic, maar het is heel dun. Het is niet zo'n ouderwetse plastic bak. We hebben natuurlijk ook wel zonder verpakking in de winkel gelegen. Maar dan heb je gewoon veel meer uitval. Dus als je dat dan optelt, dan is het natuurlijk qua duurzaamheid veel beter om te verpakken. Ja. Omdat je dan veel minder weggooit. Hey, morgen in uw winkel. Hoe eet jij het liefst je radijs? Ook s'avonds als wij eens een toastje eten, dan doe ik graag plakjes radijs erop. Oh ja? Ja, zeker. Moet even doorwerken. Moet ik helpen, of niet? Nee, het gaat wel! Kom maar. Dus deze gaan zo naar de winkel. En het leuke is, Hugo, die radijsmix is product van het jaar geworden in de AGF. Ik zie het gewoon staan. Dan wil ik jou nu al mee feliciteren. Ja, dankjewel. Ik ga eerst thuis testen of ik het ook een heel goed product vind. Dan heb jij misschien ook nog een kratje met die bosradijsjes? Ja, natuurlijk. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Nee, maar dat heb ik voor je. Hey, super bedankt. Dit is natuurlijk gewoon snoepraak. En hiermee kun je ook ontzettend lekker mee aan de bak. Wil je weten wat ik ga maken? Ja, tuurlijk. Dan moet je gewoon even op allerhande.nl kijken. Hey, een mooi bedrijf heb je, echt waar. Hey, dankjewel. En, jij ook bedankt voor het bezoek. Ik ga lekker koken. Oké, doe je best. Yes, dankjewel. Hey, doei.